Men heeft mij gevraagd om stipt op tijd te beginnen wegens de livestream. Dus ik zal dat ook met veel plezier doen. Ik ga spreken over Mazereel, maar ik ben helemaal geen Mazereel-specialist, voor alle duidelijkheid. Ik weet wel een en ander af over film en een en ander over stadsbeelden uit deze periode. En ik ga het daarover hebben, over de manier waarop Mazereel de grootstad, de metropool, heeft afgebeeld. Meer bepaald in eigenlijk één album of een reeks van houtsneden in boekvorm uitgegeven. Die stad, La Ville, 1925. Dus middenin dat decennium dat bijzonder rijk is op artistiek vlak wat stadsbeelden betreft. Het is de periode van de grote stadsromans, van Joyce, van de surrealisten, van Dos Passos bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook in de beeldende kunsten is de grootstad, is de metropool, is de moderne stad het ultieme onderwerp van vele van die avant-garde stromingen in die periode. Futuristen, dadaïsten, expressionisten, constructivisten, noem maar op. Allemaal gaan ze in hun schilderijen, grafische werk, maar ook in hun foto's, in hun fotomontages, volop die moderne stedelijkheid afbeelden. Jaren 20 is ook een bloeiperiode van grote stadsfotoboeken. Hier Changing New York van Bernice Abbott en Paris de Nuit van Brassai bijvoorbeeld, vroege jaren 30. Maar dat is een kleine greep uit een eindeloze reeks van stadsverbeeldingen. Van beelden van de grootstad. Het lijkt het ultieme onderwerp te zijn van die avant-garde kunstenaars uit die periode, die resoluut de grote stad naar voren schuiven als het podium van de moderniteit, zou je kunnen zeggen. Dus we associëren het met bepaalde nieuwe bouwtypes, zoals kantoortorens, woonkazernes, de verlichte boulevards, de pleinen enzovoort. Maar natuurlijk ook het lawaaierige verkeer dat alomtegenwoordig is in dit soort beelden. Maar de stad wordt vooral ook naar voren geschoven als de plek waar de moderniteit zich het eerst en ook het meest manifest laat gelden. En dus de processen van mechanisatie bijvoorbeeld, de massificatie en de ontwikkeling van een massasamenleving en dat beeld van de mensenmassa's in de grootsteden, daar zullen vele kunstenaars, ook Mazereel trouwens, heel vaak op teruggrijpen. En de stad is ook de plek natuurlijk van de industrialisatie, van het kapitalisme. Heel vaak zijn antistedelijke discours van zowel extreem links als extreem rechts uit die periode gedreven door een anticapitalistisch discours, bijvoorbeeld. De stad als de plek van de ware economie, de plek waar een voortdurende circulatie van geld, van goederen, van mensen en van ideeën gaat plaatsgrijpen. En dus ook de plek waar het ware fetischisme, om een soort marxistische term te gebruiken, het zeer sterk aanwezig is en waar koopwaar bij op een sacrale manier een nieuwe betekenis krijgt met behulp van nieuwe visuele strategieën als uitstalramen, reclameborden, noem maar op. En natuurlijk ook de stad van het moderne entertainment en van de moderne kunst, niet te vergeten. Al die ideeën werden eigenlijk ook al vanaf de jaren 1890 geconcipieerd in de teksten van een aantal stadssociologen bijvoorbeeld. En vooral de figuur van Zimmel kan je zien als een soort perfecte omschrijving van wat dat grootstedelijke gevoel betekende voor die generatie van kunstenaars. Zimmel omschreef onder andere de stad als een plek waar onze zintuigen blootstaan aan een overstimulatie, waar we voortdurend een overprikkeld worden en door de allerlei visuele en andere sensoriële indrukken, het lawaai op straat, de drukte van het verkeer, de visuele, het visuele lawaai van uitstalramen, neons, reclameborden en zo verder. Een andere bekende filosoof die ook heel veel over dit soort kunst heeft geschreven, Walter Benjamin bijvoorbeeld, omschreef of definieerde de stad als de plek waar de shockervaring de norm is geworden. Waar de moderne mens dus voortdurend blootstaat aan een opeenvolging van shockervaringen. En je zou kunnen zeggen dat vele van die kunst uit die periode, of het nu literatuur, muziek, beeldende kunst, fotografie en film is, die proberen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die shockervaringen te esthetiseren. Die shockervaring om te zetten in een soort van esthetische ervaring. En je zou kunnen zeggen dat ook Mazereel zijn werk daar volledig binnen in past. Mazereel is dus een van die vele kunstenaars die in die periode de grootstad zal afbeelden. Als je naar zijn gehele oeuvre kijkt,
lijkt dat werkelijk een rode draad. Je vindt het in heel veel van zijn schilderijen terug. Je vindt het in allerlei individuele aquarellen, tekeningen, prenten. Maar natuurlijk ook niet vergeten in de grote beeldreeksen die hij heeft gemaakt. Hè. Of het nu reeksen van tekeningen zijn of reeksen van drukwerk bijvoorbeeld. De grootstad is alom tegenwoordig. Hè. Dus in houtsneden albums zoals de figuren Grimace bijvoorbeeld. Of de titel zegt het zelf, beelden van de grootstad uit 1926. En natuurlijk ook in Kapitaal. Ook een interessante reeks van prenten waarin de stad cruciaal staat. En dus er zijn allemaal voorbeelden uit die periode, maar het zal zijn hele carrière een belangrijk thema en ook een heel belangrijk motief blijven. En dus ook na de oorlog bijvoorbeeld gaat hij albums maken gewijd aan specifieke steden zoals Hamburg en Antwerpen bijvoorbeeld. Maar dus, ik wil het vooral hebben over La Ville. Die stad, uitgebracht in 1925. Je zou kunnen zeggen een zeer systematische exploratie van de grootstadsmotief. En dat wordt aangegeven in de titel. Dus in 25 uitgebracht door Kurt Wolff, een zeer belangrijke uitgever. De man die zowel Kafka uitgaf als de fotoalbums van Zander bijvoorbeeld. En dus Mazereel past daar bij wijze van spreken halverwege tussen, zou je kunnen zeggen. Maar ook uitgegeven tegelijkertijd in Parijs. En dus vandaar de tweetalige titel. En dus die Frans-Duitse as is in die zin belangrijk. Het is ook een soort van statement. Mazereel, die zelf als pacifist natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zwitserland zat en weigerde partij te kiezen in die waanzinnige oorlog. Dus die Duits-Franse dimensie wordt op die manier ook nog eens in de verf gezet. Maar vooral, het zijn de twee steden, de twee hoofdsteden waar hij heeft geleefd. En dus hij heeft in Berlijn gewoond en op dat moment, op het moment dat hij aan La Ville werkt, was Mazereel woonachtig in Parijs, in de rue Lamarck, waar hij van op een flat van op de vijfde verdieping ook een panoramisch zicht had op de stad. En je vindt zeer zeker echo's van Berlijn en Parijs en de ultieme voorbeelden van grootstedelijkheid in de late 19e, vroege 20e eeuw. Je vindt daar zeer duidelijk echo's in die beeldreeks, maar ook evengoed echo's aan New York, dat hij op dat moment helemaal nog niet had gezien. En trouwens, tussen 23 en 28, als ik me niet vergis, publiceerde Mazereel ook regelmatig prenten in Amerikaanse tijdschriften, zoals Vanity Fair bijvoorbeeld, waarin hij ook beelden van het Amerikaanse grootstedelijke leven evoceerde. Een soort van denkbeeldig New York, een soort New York zoals hij het zich voorstelde. Wat trouwens ook een thema is dat vele Europese kunstenaars in die tijd gaan doen. Ik kom daar zo dadelijk nog op terug. Hè. Dus binnen die Europese avant-gardes in die tijd kan je echt spreken van een soort van Amerikanisme. Hè. Een soort van belangstelling voor alles wat Amerikaans is. Hè. De grootstad, maar ook cinema, boksen, noem maar op. Dus die belangstelling voor dat grootstedelijke beeld van New York zal hem niet loslaten en duikt zeker op in La Ville. La Ville is dus niet het portret van één stad. Hè. Echo's van Berlijn, New York, Parijs, maar ook vele andere steden. Maar dus een soort commentaar, zou je kunnen zeggen, op de grootstedelijke conditie in het algemeen. Mazereel zelf omschreef het als een synthese, als een resumé van alle grote steden in de wereld. En de ambitie is echt ook encyclopedisch. In die 100 prenten vinden we allerlei soorten plaatsen, allerlei soorten bewoners, allerlei soorten activiteiten en instituten terug. Dus La Ville bestaat uit 100 houtsnedes, met dus evenveel taferelen uit het dagelijkse leven van de metropool. Er is niet echt een verband tussen die taferelen, of dat is eerder los, ik kom daar zo dadelijk op terug. Want precies ook in navolging van die beelden die ik daarnet heb getoond van andere kunstenaars, zoals Metropolis, en die fotocollage bijvoorbeeld van Paul Citroen, of in navolging ook van de grote stadsromans in die periode, wel
in navolging is al een verkeerde uitdrukking, want Mazereel gaat een aantal van die kunstwerken en die romans zelfs vooraf. Maar in overeenstemming met dit soort kunstwerken is de stad bij Mazereel ook fragmentarisch. Is het per definitie onmogelijk om één enkel organisch, harmonisch beeld van die grootstad te creëren. Dus het fragmentarische, het verbrokkelde, is eigenlijk een thematiek waar die Mazereel expliciet beklemtoont. In het boek krijgen we dus een soort van verspringende aanpak, maar ook een soort van sequentiële aanpak. We zien wel duidelijk een soort opeenvolging van prenten. En hier wordt een soort blik gehanteerd, denk ik, die filmisch genoemd zou kunnen worden, die cinematografisch genoemd zou kunnen worden. Film, in die tijd zijn het de kunstenaars, ook de avant-garde die het medium ontdekt. En dus film bestaat natuurlijk al een volle generatie uit de jaren 1890. Maar na de Eerste Wereldoorlog wordt film dus ook iets van een onderdeel van de high culture, zou je kunnen zeggen. En voor vele van die cineasten, maar ook kunstenaars die geen films hebben gemaakt, maar met soort filmische strategieën hebben geëxperimenteerd, ook daar kom ik zo dadelijk op terug, was film het medium dat het best in staat is om die metropolitane conditie te evoceren. Zij zagen in film het medium dat het best in staat was om dat kaleidoscopische bombardement van visuele uitdrukkingen het best weer te geven. Met behulp van montage, met behulp van camerabewegingen, met behulp van verspringende camerastandpunten en zo verder. Ook vertragingen, fast motion, slow motion, multiple exposures, dubbeldrukken enzovoort. En dus de film was in staat om die hectiek, om dat bombardement van visuele prikkels, waar Simmel het al over had, kort na de eeuwwisseling, om dat uit te drukken. Ook Benjamin heeft zich in dergelijke bewoordingen uitgelaten over het medium film. Enkel het medium film beschikt over de optische mogelijkheden, schreef hij, die aan de essenties van de moderne stad beantwoorden. Zoals de automobilist die het nieuwe centrum binnenrijdt. En je zou dus met een beetje goede wil La Ville kunnen bekijken als een opeenvolging van shots uit een denkbeeldige film. Nu, ik ben helemaal niet de eerste. Ik ben hier helemaal geen origineel discours aan het geven. Ik ben niet de eerste die dat heeft opgemerkt. Ook tijdgenoten merkten al die filmische principes op in de prentenreeks van Mazereel. Dus we zitten nog volop in de periode van de stille film, voor alle duidelijkheid. Dus een soort van, als we het hebben over narratieve fictiefilms tenminste, een soort medium waarin ook de narratie met behulp van beelden wordt geconstrueerd en niet zozeer met behulp van verbale communicatie. Maar onder andere bijvoorbeeld Thomas Mann omschreef Mazereel niet La Ville, maar zijn getijdenboek, Mon Livre d'Heure, waarin dus ook heel veel stedelijke taferelen zijn opgenomen als een film, als de film die hem het meest had geraakt. Mann schreef ook het voorwoord voor de Duitse versie van dit album met houtsnedes, waarin hij ook expliciet die cinematografische kwaliteiten beklemtoonde. En ook niemand minder dan, excuseer, ik ben iets te vroeg, zie ik. Ook Stefan Zweig bijvoorbeeld hanteerde filmische metaforen om het werk van Mazereel te beschrijven. Voegt men zijn beelden samen, dan zijn ze net als een film, razendsnel en opwindend. Mann en Zweig waren niet de enigen die dat hadden opgemerkt, maar ook filmmakers. En niemand minder dan Abel Gance en Karel Theodor Dreyer, twee grote monumentale figuren uit de filmgeschiedenis in die periode, hebben aan Mazereel voorgesteld om een film te maken, maar die plannen zijn helaas blijven steken op, niet eens op de tekentafel, maar in het rijk van de ideeën. Er was ook een idee om Kapitaal te verfilmen. Zeer interessant is dat op dat moment ook Eisenstein plannen heeft om Das Kapitaal van Marx te verfilmen. En dus Mazereel sloot zich volledig aan bij de interesses van de filmmakers uit die tijd. Maar dus Mazereel heeft niet echt een film gemaakt. Dus enige uitzondering is, tot op zekere hoogte, is L'Idée.
Die hij dus, of hij heeft eraan meegewerkt in de aanvangsfase met de Tsjechische animator, maar laatste Frans-Britse animator Bertel Bartos, die l'idee maakt, gebaseerd op het boek dat Mazereel al in 1920 had uitgegeven. En Mazereel zou naar verluid eventjes hebben samengewerkt met Bartos, maar toen hij doorhad dat er 45.000 tekeningen moesten gemaakt worden voor een kort film, heeft Mazereel, die nogthans een zeer productieve kunstenaar was, die idee laten varen. Maar dus, het is een mijlpaal in de geschiedenis van de animatiefilm, maar ik ga binnen dit bestek niet over deze film hebben. Maar bijzonder interessant, ook multimediaal experiment. Voorts heb je natuurlijk ook in het werk van Mazereel ook wel af en toe filmische referenties. Zeer expliciet, een grotesk film. Een andere reeks van houtsneden uit 1921. En de groteske in het Duits, daar bedoelde men de slapstick cinema. De Amerikaanse slapstick cinema meer. En ook de Europees-continentale evenknieën die daarvan werden gemaakt in deze periode. Maar dus La Ville, die stad. Een reeks van prenten waarvan je kan zeggen er zit een soort van filmische logica in die beeldopeenvolging, hoewel natuurlijk in tegenstelling tot een film de lezer zelf het tempo, de temporaliteit bepaalt in tegenstelling tot een film. Dus je kan zelf natuurlijk kiezen hoe snel je door het boek bladert. Maar als je de schikking van de prenten ook bekijkt, zie je dat ook Mazereel speelt met leesritmes. Dat je geneigd bent om bepaalde platen sneller te bekijken en bij andere langer stil te staan. Dus dat tempo van tempowisselingen met vertragingen en versnellingen zit zeker in dat boek als je dat bekijkt. Ook zeer opvallend bijvoorbeeld is de eerste prenten. Dat is bijna het soort klassieke establishing shot uit een narratieve speelfilm. En de manier waarop sinds 1911, 12, 13, met de ontwikkeling van de klassieke speelfilm, grammatica zou je kunnen zeggen, een scène wordt geopend. We kunnen echt spreken van opening shots uit een film. Dus we krijgen eerst een panoramisch beeld, vervolgd door een al iets dichter panoramisch beeld midden in het stedelijke gewoel. En dan krijgen we bij wijze van spreken een detailopname op dat perron. Het is de manier waarop filmmakers in die tijd hun acties situeren in bepaalde ruimtes. En die logica van die beeldlogica van panoramisch naar specifiek vind je heel vaak in opeenvolgende prenten doorheen het boek. Hè. Bijvoorbeeld hier het tafereel van het hectische straatleven met dan een man die daar bewusteloos wordt gevonden. Een panoramisch beeld op de binnenstad met de kantoortorens en dan een blik binnenin een van die kantoren, rijk gevuld met kantoorklerken. Alles, en dat valt al meteen op bij die eerste prenten, maar dat ken je natuurlijk ook van de andere werken van Mazereel. Alles is gevuld, tot op de nok. Zijn kunst leidt echt aan een soort van horrorvacui, zou je kunnen zeggen. Maar dus ook de grootstad wordt door Mazereel ook gezien als een plek van opeenstapeling en van congestie. En the culture of congestion. Rem Koolhaas omschreef het New York van de vroege 20e eeuw met die term. Hier ook weer het beeld van de grootwarenhuizen met de grote puien. En dan gaan we binnen in de winkel. Een andere manier die je een aantal keren aantreft is het gebruik van wat men in filmtermen cutaway shots noemt. Dus we krijgen een soort van opeenvolging van prenten, maar die actie wordt onderbroken door een aantal andere. En dus die prenten bijvoorbeeld, daar zitten telkens twee andere prenten tussen. Maar je kan ze natuurlijk bekijken als een soort logische sequentie
versie van een spreker die het volk toeroept, dan zie je misschien een deel van zijn publiek die de rode vlag allicht draagt en dan die opstand of die betoging die uit elkaar wordt geschoten door de ordediensten. Die prenten volgen elkaar op, maar telkens zitten er twee tussen waar we andere taferelen krijgen te zien. Een beetje ook zoals men in films vaak ook heen en weer snijdt tussen verschillende vormen van actie. Of zoals natuurlijk ook in de fresco-reeksen die we kennen, bijvoorbeeld uit de Renaissance, waar ook heel vaak details zitten, een vogeltje op een tak en zo verder, een huiselijk tafereel dat ertussen wordt geplaatst om precies die spanning van het hoofdverhaal op te drijven. Dus in vele van die scènes vind je een soort van narratieve dimensie. Een soort van opeenvolging wordt een soort minimale narrativiteit gesuggereerd. Maar daarnaast ook vaak simultaneïteit. Simultane gebeurtenissen worden weergegeven. Dus er wordt gebruik gemaakt van iets dat zeer filmisch is en dat ook in de romans die tijd wordt gebruikt. En de parallelmontages of crosscutting noemt men dat. En dat verschijnt in heel veel prenten als je ze naast elkaar ziet. Hè. Er bestaan verschillende edities van het boek. Het is heel vaak opnieuw uitgegeven. Sommige laten de prenten enkel op de rechterpagina zien, maar vaak krijg je ze op links en rechts en krijg je interessante nevenschikkingen natuurlijk. Hè. Dus mannen aan leestafels tegenover een verpauperde buurt, het ziekenhuis naast een huwelijk in het kathedraal. En je ziet ook vaak echo's in de vormentaal. Hè. Dus isomorfe structuren, het raam, die boog bijvoorbeeld, duikt op. Of hier de bouwvakker hoog boven de kantoortorens en daarnaast het graf, bijvoorbeeld een redevoering aan het graf. Dus met dit soort prenten probeert Mazereel natuurlijk die eindeloze omvang van de metropool weer te geven, maar ook de brede diversiteit ervan aan te geven. En hij maakt daarbij vaak natuurlijk gebruik van symbolische tegenstellingen, van symbolische contrasten. En dood versus leven, hoog versus laag. Dus er zit niet alleen een soort van narratief verband tussen die prenten, maar het verband kan ook thematisch of symbolisch zijn. Hè. Wat in de jaren 20 in de film heel vaak natuurlijk werd gebruikt in de Sovjet-cinema, die Mazereel als communistisch sympathisant zeker moet gezien hebben, want die films waren heel vaak verboden, werden alleen in communistische of socialistische filmclubs getoond in vele West-Europese landen, tot midden de jaren 30 bijvoorbeeld. Dus de intellectuele montage van Eisenstein bijvoorbeeld kan je hier terugvinden. Andere prenten zou je eerder kunnen zeggen van een soort meer associatieve, zou ik meer kunnen omschrijven aan de hand van een associatieve montage of vormen van beeldrijm. En dus die dwarrende blaadjes bijvoorbeeld boven de stad en die we terugvinden op de voeten, aan de voeten van die mensen in die ruimte. De sokkel met de kerk en de sokkel met het standbeeld, de tunnel en de brug, of zelfs de vorm van de kroonlichter die terug opduikt in de volgende prent van dat excentrieke gewaad van die danseres in een cabaret. Dus filmische strategieën vooral in de opeenvolging of in de nevenschikking van prenten. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, en dat is ook al eerder opgemerkt, dat de individuele prenten op zich ook een soort van filmische eigenschap hebben. Maar dat is natuurlijk ook inherent verbonden aan die houtsnede-techniek, omdat we zitten met sterke zwart-wit contrasten. Een vormgeving die heel gefragmenteerd is. Het wordt bij wijze van gesuggereerd dat het een film is, dat het een beeld is dat in de duisternis wordt gecreëerd. Het vibrerende licht van een filmprojector wordt bij wijze van spreken ook opgeroepen. Dat was waarschijnlijk niet intentioneel, want je ziet het ook in andere prenten en ook in houtsnedes natuurlijk van andere kunstenaars. Maar het is een associatie waar Mazereel natuurlijk extra gebruik van maakt. Nu, waar ik het nu vooral nog wil over hebben, is dat La Ville, die stad, niet alleen filmische eigenschappen in het algemeen
vertoont of bezit. Maar vooral ook karakteristieken heeft of overeenkomsten vertoont met één specifiek bijzonder belangrijk genre uit die periode. En dat is de zogenaamde stadssymfonie, de city symphonies uit die periode. En genoemd naar één van die films, waar ik zo dadelijk iets meer zal over hebben, een Berlijn symfonie van de grote stad. Gemaakt na La Ville, die stad, in 1926-27, maar dat is ook min of meer wel dezelfde periode. Maar een fenomeen dat bijzonder belangrijk was in die periode, jaren 20, jaren 30, en zelfs tot eigenlijk late jaren 30, en ook een mondiaal fenomeen was. En ik heb een groot deel van mijn leven besteed aan het zoeken naar dit soort film in alle mogelijke filmarchieven ter wereld. Aan de hand van dat boek dat ik een paar jaar geleden met Anthony Kinnick en Eva Hülscher heb gemaakt, hebben we er enorm veel verzameld. Er zijn er natuurlijk een aantal zeer bekende films bij, films die elke filmliefhebber wel zal kennen. En Manhattan van twee fotografen, Strand en Schiller, wordt algemeen beschouwd als de eerste stadssymfonie. En dan hebben we die beroemde film van Roetman, Berlijn, de symfonie van de stad. In 27 uitgekomen, 26 gemaakt. Man met de camera van de Sovjet-cineast Dziga Vertov is waarschijnlijk ook een van de bekendste voorbeelden. Maar je hebt dan bijvoorbeeld Jean Vigo, draait een film over Nice, Regen van Joris Ivens in Amsterdam. Dat zijn vaak films die ook in filmclubs en zo werden getoond, die ook in alle filmmusea ter wereld zit daar wel een kopij van. Die film, als je een beetje uitkijkt, kan je die elk jaar wel op meerdere plekken bekijken. Zeer opvallend is dat het werkelijk een fenomeen was dat massaal was. Hè. Bijna in alle landen werden dit soort films gemaakt. We hebben hier onze inhoudstafel van het boek op één slide samengepropt. Je ziet als je naar de data kijkt een soort concentratie rond het jaar 1929. Hè. Dat zijn een enorm veel van dergelijke films gemaakt. Die onderling natuurlijk ook wel voor een stuk verschillen. Ze zijn niet allemaal zo ambitieus als die film van Roetman en Vertov. Het zijn niet alleen symfonieën, het zijn ook sinfonietta's bij. Vaak ook kortfilms, die één reel of twee reels, dus 11, maximum 20 minuten duren. Maar dus er zijn er enorm veel. En wat zijn die stadssymfonieën? Dat zijn, zou je kunnen zeggen, films die je zou het kunnen noemen experimentele documentaires. Die de stad visualiseren als het hoofdonderwerp. Dus de stad is geen decor voor een verhaal, de stad is zelf de protagonist, de stad is zelf het onderwerp van die film. En opvallend is dat het lyrische documentaires zijn, dat het geen documentaires zijn die op een schoolse, educatieve manier ons vertellen over de geschiedenis en de omvang van de stad, maar een soort van lyrische impressie leven van dat grootstadsleven, zoals we dat ook zien in die kunst en in die romans waar ik het over had in het begin van mijn verhaal. En zeker dus in die films vind je vaak datzelfde kaleidoscopische aspect van de stad. Zeer opvallend is dat we ook altijd de eigentijdse stad zien. Dus het zijn niet de vroegere travelogues of de scenics, zoals ze werden genoemd, met de historische monumenten. Integendeel, we krijgen het dagelijkse leven op de straat, midden in dat stedelijke gewoel. We krijgen een soort van doorsnede van de stad. Krakauer, een andere bekende journalist, filosoof uit die periode die nauwe contacten met Benjamin had, omschreef dit soort films als queersnitfilms. Dus letterlijk een doorsnede van de eigentijdse stad. Thank you.
Ik kom daar zo dadelijk op terug. Roetman maakte uiteraard gebruik van verborgen camera, maar heeft zeker ook, wel, dus is geen twijfel over, heeft scènes ook geanceneerd. En ik kom daar zo dadelijk op terug, wat niet het geval was bij al die cineasten die stadssymfonieën in die periode maakten. Maar dus vele van de elementen die je hier in dit soort fragment ziet, een wereld vol stedelijke tekens, gemotoriseerd verkeer, mensenmassa's, warenfetischisme, zijn de elementen die we natuurlijk ook te zien krijgen in La Ville, die stad van Mazarin. Zeer opvallend ook is dat de stad niet alleen wordt naar voren geschoven als een plek met nieuwe activiteiten, nieuwe bouwtypes enzovoort, maar ook als een nieuw optisch fenomeen. De stad brengt een nieuwe manier van kijken met zich mee, die per definitie fragmentarisch is, die per definitie mobiel is. Dus de nieuwe grootstedelijke cultuur gaat gepaard met nieuwe optische regimes en nieuwe vormen van visueel spektakel. Misschien een ander fragment die nieuwe visuele strategieën perfect duidelijk maakt. De man met de camera van Dziga Vertov. Man met de camera, 1929, de film die die ambities van die stadssymfonieën denk ik het meest zuiver of meest radicaal visualiseert. En de stad als een plek van nieuwe optische regimes, want het wordt letterlijk in die film ook zo aangegeven. Man met de camera is niet zozeer een film over de stad, het is een film over de stad. Maar je ziet de cameraman voortdurend de opnames maken waar we naar kijken. Je ziet trouwens ook de mensen die in beeld komen later in een bioscoop kijken naar hun eigen beelden. Je ziet de film gemonteerd worden in de film, je ziet hem afgespeeld worden in de film. En dus
het gehele optische apparaat van het film maken en het film kijken wordt geritualiseerd in deze film zelf. En die natuurlijk gekenmerkt wordt door die duizelingwekkende constructivistische montages en die typische gekantelde cameraposities bijvoorbeeld en die ook in die constructivistische fotografie in die jaren aantreft, de kickforce-perspectieven, vogelperspectieven en de razendsnelle montages en subliminaal tot 2 frames per seconde in die scène met dat verkeersongeval bijvoorbeeld. Meervoudige belichtingen en er zitten scènes in Man met de camera waarin hij 36 frames boven elkaar heeft geprint en precies de stad als plek van waar de shockervaring de norm is geworden. Dan kan je Vertov zijn film denk ik als een mooi voorbeeld naar voren schuiven. Stad en film zijn als het ware voor elkaar geschapen, zou je kunnen zeggen. En de grootstad is het ultieme filmische onderwerp bij uitstek. Film is het medium dat het meest geschikt is om die nieuwe grootstedelijke werkelijkheid weer te geven. En je zou dus kunnen zeggen dat La Ville, die stad van Mazereel, een soort stadssymfonie op papier is. Wat ook niet zo uitzonderlijk was. Hè? Want heel veel multimediale, zouden we dat vandaag noemen, multimediale tussenvormen, werden in die jaren gecreëerd. Rond precies de stad als onderwerp. Hè? Een heel interessant voorbeeld is Dynamiek der Großstadt van Laszlo Moholy-Nagy, de Hongaars-Duitse constructivist, opgenomen in zijn Bauhausboek, Malerij, Fotografie, Film, waarin we dus een soort storyboard zien voor een denkbeeldige film. Maar het is een film die uiteraard nooit is gemaakt en die niet eens het was niet eens de bedoeling om die te maken. Het was precies een soort van cinema by other means, zoals het door Levy een heel boek daaraan is gewijd over filmische experimenten in andere media. Een soort film op papier, zou je kunnen zeggen. Een soort vorm van paracinema is ook een term die theoretici zijn gaan gebruiken. Of cinepoëzie is ook een term die werd gelanceerd door een Amerikaanse criticus die een fantastisch boek heeft geschreven, Christophe Waal Romane, die de geschiedenis van de Franse poëzie bekijkt van 1890 tot ergens midden... ik denk tot de jaren 60 herinner ik mij ook voorbeelden. En dus maar eigenlijk de evolutie van de Franse poëzie beschrijft vanuit de lens van film. Waarbij het ook zijn these is dat de belangrijkste werken van de belangrijkste dichters, of het nu Mallarmé of Aragon is, ze zijn ondenkbaar zonder het medium film. En vaak gaan ze ook met filmische strategieën gaan spelen, gaan ze die multimediale tussenvormen gebruiken. En er worden heel veel bijvoorbeeld ook filmscenario's als poëtische tekst gepubliceerd, zonder dat het ooit de bedoeling was om daar een echte film van te maken. Een van de cases waar Christophe Waal Romane het over heeft, is trouwens La Revolte des Machines van Romain Rolland, waar niemand minder dan Mazereel de illustraties voor heeft gemaakt. Dus ook Mazereel, dus zijn oeuvre kan je op verschillende manieren connecteren met film. En dus zeker La Ville is een film die zo duidelijk gelinkt is aan die stadssymfonieën. En meer bepaald aan één voorbeeld, namelijk de bekendste voorbeeld, dus de film Berlin. Dus in 26-27 gemaakt door Walter Ruttmann, die zelf schilder, typograaf, grafisch vormgever was. En die in de vroege jaren 20 vooral experimenteerde met abstracte animatie. Dus het is een nieuw type film dat hij in dat jaar gaat maken. Het interessante is, als je La Ville, die stad, naast Ruttmann zijn film legt, dat je niet alleen algemene overeenkomsten gaat aantreffen, de overeenkomsten die ik zo net heb aangestipt, maar dat we heel duidelijk ook specifieke taferelen in de beide werken, in de beide kunstwerken vinden. En het is te toevallig allemaal om aan te nemen dat
Roetman de houtsnederiks van Mazereel niet gekend zou hebben. Die overeenkomsten werden trouwens ook in 1930 al aangestipt in een artikel in de Opbouw. Het is zeer duidelijk als je de dingen, de details bekijkt. Er is een grappig artikel van William Moritz over de film L'idée van Bartosz, waarin hij ook verwijst naar La Ville en dus Roetman, zijn film over Berlijn. Op de generiek staat er naar een idee van Karl Mayer. En Karl Mayer, dat was een van de grote scenaristen in Duitsland. Dus kabinet van dokter Caligari heeft verschillende keren voor Murnau bijvoorbeeld ook scenario's gemaakt. En dus Mayer, die expressionistische filmstijl moe was en ook veel meer geïnteresseerd geraakte in een soort meer documentarische modus en met de op straat wou, zou het idee van die film aan Roetman gesuggereerd hebben. Maar William Moritz zei, ja, het idee van Karl Mayer was waarschijnlijk, laten we een film maken van La Ville, van Mazereel. Omdat de overeenkomsten zijn zo duidelijk. In de beide werken, en ook natuurlijk in Band met de Camera en in vele van die stadssymfonieën trouwens, heb je niet echt een hoofdpersonage, wat in eerdere houtsnedenreeksen van Mazereel wel nog het geval is. Maar nee, het is de stad zelf of de anonieme grootstedelijke massa die de hoofdrol vertolkt in de beide werken. En de cameraman is ook in La Ville aanwezig, een beetje zoals we hem bij Vertov later zullen terugvinden, man met de camera. Maar dus de stad en de bewoners zijn haar onderwerp. De algemene structuur komt dus perfect overeen. We beginnen de film en het boek, of de houtsnedenreeks, in boekvorm, met het benaderen van de stad. De forensen komen 's ochtends toe in de stad en we krijgen dus de structuur van een dag. Een structuur die in vele van die stadssymfonieën wordt gebruikt. En dan krijgen we dus een hele reeks van prenten die de grootstedelijke bedrijvigheid overdag laten zien. Dan komt er een sequens waarin de arbeiders naar huis vertrekken en dan krijgen we aandacht voor het nachtelijke vertier. Zeer uitvoerig in La Ville. En ook zeer uitvoerig trouwens in Roetman zijn film over Berlijn, wat eerder uitzonderlijk was in die stadssymfonieën, omdat heel veel van die stadssymfonieën, dat waren persoonlijke projecten van kunstenaars, die films maakten met weinig geld. En natuurlijk nachtelijke opnames, dat was helemaal niet zo evident in die periode. Er zijn er meerdere dan bijvoorbeeld de Stadssymfonie die ook in 1929 over Sao Paulo is gemaakt. Bijvoorbeeld, daar krijgen we ook een heel lange sequens over de nachtelijke activiteit. En ook in Man met de Camera van Vertov, maar daar is het uiteraard de bioscoop en die daar centraal in staat, krijgen we aandacht voor vormen van modern massa-entertainment in de grote stad. Dus algemene structuur van ochtend over de activiteiten van de dag en dan de avond en nacht komt overeen. Maar er zijn ook zoveel individuele momenten, particuliere taferelen, die opduiken. En we weten bijvoorbeeld dat die scène van een paard dat te midden van het verkeer ten val is gekomen, dat dit een van de scènes was die Roetman heeft geanceneerd. En misschien vond hij dit in het boekje van Mazereel ook een soort treffend beeld, omdat hier natuurlijk oud en nieuw, modern, mechanisch en organisch en dierlijk hier samenkomen. Ook een van de andere scènes die Roetman mee in scène heeft gezet, is die scène van een spreker die een massa toehoorders toespreekt. En dus ook dit vinden we natuurlijk in die stad van Mazereel. Of bijvoorbeeld het beeld die perfect ook de eenzaamheid in de grote stad evoceert van mensen die alleen op een bankje in het park zitten. En dus we zien die overeenkomst niet alleen in die algemene opbouw, maar ook vooral eigenlijk maakt het heel duidelijk dat Roetman waarschijnlijk toch wel naar Mazereel moet hebben gezien in die particuliere scènes.
Voor de rest vertoont natuurlijk La Ville, die stad, zoveel beelden die we kennen uit vele van die stadsfilms. En tot slot wil ik in vele van die stadssymfonieën, en tot slot wil ik daar misschien nog een aantal prenten bij laten zien. We krijgen dus voor alle duidelijkheid ook in La Ville, die stad, de moderne stad. Hè. Niet de stad als de belichaming van de geschiedenis, als de plek van de historische monumenten, wat natuurlijk ook een heel belangrijk discours is in onze cultuur. Nee, het is de moderne stad, de moderne kapitalistische stad. En een stad die in zijn totale beeld ook niet zozeer Berlijn of Parijs oproept, maar vaak ook die idee van een Amerikaanse wolkenkrabberstad oproept. Dus ik zei al, La Ville is een treffend voorbeeld van dat Amerikanisme van die Europese avant-garde. En je ziet dat zelfs ook in de film van Roetman, die Berlijn bijna weergeeft als een Amerikaanse stad, terwijl in Berlijn op dat moment nog helemaal geen wolkenkrabbers waren gebouwd. Die werden wel al volop getekend. Denk maar Gropius, Hilbersheimer enzovoort, en de grote grootstedelijke architectuurontwerpen uit die tijd. Maar veelzeggend is bijvoorbeeld dat het publiciteitsmateriaal van Berlijn, die symfonie der Großstadt, Amerikaanse wolkenkrabbers vertoont. Terwijl het een film is die pretendeert een portret te geven van Berlijn. Ook zeer opvallend, de aandacht voor bouwvakkers. De stad die volop nog wordt uitgebreid, die zich eindeloos uitspreidt, vinden we terug in beide kunstwerken. Een industriële stad. De stad die niet alleen vele machines op zijn grondgebied heeft, maar de stad die zelf als een soort industriële machine wordt weergegeven. Ook iets wat je natuurlijk in Man met de camera van Vertov, vanuit zijn meer constructivistische aanpak, heel centraal staat op. Maar ook het beeld niet alleen van machines, maar ook rookpluimen, schoorstenen en zo verder. En ik had het ook al over het werkelijk volgepropte karakter. Een stad vol met gebouwen, met mensen. La Ville is de plek van de massa. De massa die, denk ik, als ik het gehele oeuvre van Mazereel bekijk, ook een beetje ambivalent wordt weergegeven. De massa die een soort van energie uitstraalt, die natuurlijk ook vaak in linkse propaganda werd voorgesteld als een soort van bevrijdend, emancipatorisch, en denk ook aan verkiezingsposters uit die periode bijvoorbeeld, een bevrijdend emancipatorische kracht. Terwijl natuurlijk vanuit conservatief reactionaire hoek, Gustave Le Bon, een zeer belangrijke tekst over de massa's, de menigtes uit die jaren, de massa als zeer bedreigend wordt voorgesteld. En bij Mazereel is het toch niet zomaar eenduidig, denk ik. De beide elementen komen duidelijk aan bod in het werk van Mazereel. Maar in elk geval, het beeld is frappant aanwezig. Vooral ook dat beeld van die bij elkaar opgestapelde bolhoeden bijvoorbeeld. En dat vind je ook heel vaak in verschillende van die stadssymfonieën. Het gemotoriseerde verkeer, het verkeer dat zich ook losmaakt van het straatniveau, de elevated railways in New York, maar dus ook in Berlijn. Dat beeld komt heel vaak voor, die treinen of die trams die over de bruggen ratelen en dwars door gebouwen zich een weg banen. En dus denk ook aan die ideeën over de vliegende straten die je bij de meest radicale architectuurontwerpen uit die tijd gaat aantreffen. Ook het spel van het gemotoriseerde verkeer bij Vertov. In dat stukje dat ik heb laten zien, die trams die zo achter elkaar schuiven bijvoorbeeld. Dus bijna een soort van kaleidoscopisch effect, zo bijna spiegelpaleisachtig effect dat de stad gaat creëren. En ik had het al over deze scène bijvoorbeeld, waarin oude vormen van verkeer en nieuwe vormen van verkeer letterlijk naast elkaar worden gezet. Ook heel veel aandacht voor consumptie. De stad als de plek van het consumptiekapitalisme, de volgepropte interieurs van de grootwarenhuizen, maar ook de nieuwe vormen van visuele display die de industriële moderniteit met zich meebracht. Dus de nieuwe optische
strategieën, die nieuwe beeldcultuur, die natuurlijk een impact zal hebben op de beeldende kunst in die periode. Dus de uitstalramen die de grootsteden gaan markeren, de billboards die alom tegenwoordig zijn, en zo verder. Zeer opvallend ook is dat in de film de stad, in de film en in de prentenreeks van Mazareel, de stad wordt voorgesteld als een plek van een anonieme grootstedelijke massa. Maar dat die massa vaak wordt opgebroken en dat we bijna een soort duikvlucht nemen naar beneden en inzoomen op bepaalde individuen. De stad, de massa bestaat uit een eindeloos aantal van individuele wezens en een prent, een shots uit de film van Roetman maken dit duidelijk. Achter elk raam heb je een ander leven, heb je een ander verhaal. Het verschil met Roetman is dat Mazareel ook effectief binnengaat in interieurs, in die stad, in La Ville. Dat doet Roetman niet. En het is een film die in eerste instantie het publieke domein celebreert. Maar in Mazareel ga je vaak binnen. En wat toch opvalt, als je die prenten van interieurs bij elkaar neemt, is dat het interieur of het huis bij Mazareel vaak, of weinig, zal het anders uitdrukken, weinig geassocieerd wordt met geborgenheid, met bescherming. Hè? Dat het integendeel een plek is van leed, van miserie, van opnieuw ook verdrukking, sociale ongelijkheid en zo verder. En dus Mazareel, zijn beeld van de stad in het algemeen is, zou je kunnen zeggen, ook ja, ambivalent of tweeslachtig. Zoals vele van die avant-garde kunstenaars uit die periode is hij in vlam gezet, zou je kunnen zeggen, door een soort euforie. Die nieuwe stedelijke omgeving die opnieuw veel mogelijk maakt. Een Stadtluft macht frei, de stad als plek van emancipatie, de stad als plek van de moderniteit en ook van de nieuwe ideeën en van nieuwe vooruitstrevende ideeën, de openheid naar andere culturen en zo verder. En dus de stad die een soort van roeservaring ook met zich mee kan brengen, ook als je denkt aan de schilderijen, gedichten van futuristen, van constructivisten of die fotomontages die met een soort euforisch gevoel gepaard gaan, maar aan de andere kant ook een soort negatieve benadering van de stad. De stad als plek van vervreemding, wat zeker ook een belangrijk onderwerp zal worden in de 20e eeuwse kunst, film, literatuur, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Dat publieke domein ook dat Mazareel weergeeft, dat vaak ook zeer opvallend, ofwel is het ongemeen overvol en verstikkend, claustrofobisch, of we krijgen een soort van onheimliche leegte vaak ook in de beelden van Mazareel te zien. Maar die tweeslachtigheid, denk ik, maakt hem net zo interessant. Hè. Dus de stad is niet zomaar een soort utopische plek. En dus die euforie en die beklemming lijken hand in hand te gaan. En ook ook in dit perspectief is La Ville niet zo uitzonderlijk. Is het eerder een soort van typerend werk uit die periode. Maar een typerend werk dat zeer interessant is en dat ik iedereen aanraad om het nader te bekijken. Dank je wel. Ik denk dat er nog gelegenheid is om vragen te stellen. Mocht u die hebben. En ik ben perfect binnen de tijd. Ja. In Gent, ja. Of ook na de oorlog is hij heel vaak in Gent teruggekomen. Hè. Hij woonde dan niet in Gent, maar heeft hij vaak ook tentoongesteld. Maar ja, hij heeft ook in Gent geleefd, ja. Dat weet ik niet. Ik ben niet vertrouwd met de details van het leven van Mazareel. Ja. Maar er is zeker ook een band tussen Mazareel en Gent. Dat is duidelijk. Hoe komt dat tot uiting in zijn? Niet in de zin in grote reeksverbanden of zo. Nee.
ongetwijfeld individuele prenten, hè, en individuele tekeningen. Ja. Tijd voor receptie dan, denk ik. Ja. Of daar stond... Top. Okay. Dankjewel. Zeker. Ik heb het werk gezien van Sylvia van Petegem. Oké. Fantastisch, wat u gedaan. Ja, dat was leuk om te maken. Dat was echt fantastisch. Ja, ja. En ik zag al beginnen de lijst van de film. Ja. Ik heb dan gevraagd aan het zoontje die daar zat, van, zou ik de lijst kunnen krijgen? Ja, ja. Maar ik dacht, ja, kan ik dat wel eens...